Er is een oplossing gekomen voor het parkeren op de Waalkade. Een aantal ondernemers uit de binnenstad wilden graag dat niet alle openbare parkeerplaatsen zouden verdwijnen. Die oplossing is er nu. Marcel Melissen ligt toe. Er was natuurlijk veel onrust over het besluit van het college om 500 auto's weg te halen op de Waalkade. Ja, dat is natuurlijk uiteindelijk de doelstelling van de hele operatie waar we al jaren mee bezig zijn. Namelijk de Waalkade autovrij maken op 200 plaatsen na. Ja, dan moesten we natuurlijk weer met elkaar even goed in gesprek met de ondernemers, met de politiek. Waarom hebben we dit ook alweer gedaan? Waarom hebben we dit gebouw gebouwd met een garage? Namelijk om de Waalkade leeg te krijgen van 500 auto's. Nog even los van het feit dat dat natuurlijk bedoeld is voor de bibliotheek, muziekschool en dergelijke. Maar de essentie is dat de garage die eronder zit, vangt dat op. Daar is dat voor bedoeld. Nou, daar zijn we nu met z'n allen uit. Belangrijk is dat we ook met de ondernemers goed gaan praten over aanlooproutes. Dat we ook goed gaan praten over de verdere ontwikkeling van het parkeren. En dat maakt dat er vertrouwen is om verder te gaan.